Hallo allemaal en welkom bij dit instructievideo. Ik wil jullie laten zien hoe je deze granny maakt. Deze granny is week 6 van de scheepjes crochet along. Nou, om de granny te maken heb je natuurlijk het patroon nodig. Dus dit patroon, het scheepjes crochet along haakpatroon voor week 6. Het patroon is ontworpen door Wink en de patroon staat op haar website A Creative Being. Ik zal ook een link plaatsen onder deze video naar waar je dit patroon kunt downloaden. Nou, om dit granny te maken heb je natuurlijk garen nodig. Als je met de pakketten van scheepjes werkt, heb je één van twee kleuren nodig. Als je pakket 1 hebt, heb je deze garen nodig. Dat is Cotton 8 van scheepjes. En dan heb je kleur nodig 642. Een mooie mint lichtgroene kleur. Als je met pakket 2 werkt, heb je deze garen nodig. Dus de Cotton 8, ook van scheepjes. En dan kleur 726. Ik ga deze granny voor jullie maken in het groen. De mooie, frisse, heldere groen. Ik hoop dat jullie dit een nuttige video vinden. En veel plezier en veel succes. Toer 1 van de granny. We beginnen met een magische lus en we gaan de eerste toer maken, zeer vergelijkbaar met de toeren die we al voorheen hebben gemaakt. Dat zijn 3 lossen, gevolgd door 2 stokjes in de ring. Dus 1 en 2. 2 lossen. Dan gaan we dit nog 3 keer herhalen, zodat je die 4 typische clusters hebt aan het einde van de toer met telkens 2 lossen tussen de clusters. Weer 2 lossen, dan heb je er 2, dan weer 3 stokjes, 1 en 2 en 3, gevolgd door 2 lossen. En dan de laatste keer 3 stokjes. Dat is 1 en 2 en 3. Gevolgd door de laatste 2 lossen. En dan gaan we de ring sluiten. Te trekken aan de uiteinde van de magische lus. Hij zit hier een beetje dubbel. Dan krijg je hem niet zo mooi gesloten. Hier even uittrekken, zo, en dan goed aantrekken, dan sluit hij mooi dicht, dan sluit je met een halve vaste in het derde van die 3 beginlossen, de goede steek vinden, insteken en sluiten. En dan heb je toer 1 van de granny alweer klaar. Toer 2. We gaan beginnen met 4 lossen. Dat is voor het eerste stokje. Als ook 1 losse, omdat we een steekje willen overslaan. Nou, in dit geval gaat het allereerste stokje dus geen relief stokje zijn. Omdat we die 4 lossen maken. Nou, nu slaan we een relief stokje. Is net als een gewoon stokje. Met het verschil dat we hem niet in de steek steken. Zoals hier. Maar om het stokje van de steek. Dus zo. Nog een keer laten zien. Gewoon overslaan alsof je een stokje maakt. Nou, in dit geval gaan we even de middelste steek hier overslaan. En het laatste steekje hier voor de hoek gaan we van rechts. Steken we naar achteren door. Om en aan de linkerkant weer uit. En dan haken we een stokje op de gewone manier. Zo. Dus het is een stokje, maar dan net op een andere plek ingestoken. Nou, en nu zijn we weer toe aan de hoek. Dus gaan we de gewone hoeksteek maken. Dat zijn 2 lossen. Ach, 2 lossen. Ik bedoel 2 stokjes. Gevolgd door 2 lossen. En weer 2 stokjes in die hoeksteek. Zo. Nu gaan we weer een relief stokje maken. Dus gewoon weer omslaan als voor een stokje. En in die eerste steek ga
gaan we dus rechts, achter, links, weer naar voren en uit. En maken we een stokje. Zo. Een losse, slaan een steek over. Daar staat het middelste steekje hier. En de steek voor de hoek gaan we weer een relief stokje maken. Zo. Nu gaan we dit nog twee keer herhalen. Dus in de hoek maken we twee stokjes. Twee losse. En twee stokjes. Zo. Eén en twee. Dan weer een relief stokje. Zo insteken van rechts naar links, van voren naar achteren, een losse, weer van rechts naar links, voren naar achteren. En het stokje afmaken, komen we weer bij de hoek, weer twee stokjes, dat is 1 en 2, gevolgd door 2 losse en weer 2 gewone stokjes in de hoek. Zo. En dan weer hier rechts naar links een relief stokje maken om dat eerste steek. Een losse steek overslaan, dus hier in het midden. En weer de steek net voor de hoek, weer een relief stokje maken. Zo. En dan in de laatste hoek, dus deze hier, gaan we weer 2 gewone stokjes maken. Dus 1 en 2, gevolgd door 2 losse en 2 stokjes. Zo. En nu gaan we de toer sluiten met een halve vaste in de derde van die 3 beginlossen. De derde insteken en sluiten met een halve vaste. En dan heb je toer 2 klaar. En je ziet hier, zie je jouw relief stokjes mooi bovenop zitten. Toer 3. We beginnen door eerst met een halve vaste naar de opening te gaan. Dat komt omdat we in deze 1 losse ruimte hier een stokje willen maken. En we zitten nu natuurlijk nog bovenop dat stokje van de vorige toer. Dus we gaan met een halve vaste naar de opening toe. Zo. En nu maken we weer 4 losse. En die 4 losse staan voor het eerste stokje plus een extra losse omdat we een steek willen overslaan. Ik sla om voor een stokje. Deze eerste steek, dus dat relief stokje van de vorige toer, die sla ik over. En de steek ernaast ga ik een relief stokje maken. Op deze manier insteken. Of eigenlijk omsteken is misschien een beter woord. En het stokje gewoon afmaken. Zo. Dan op de volgende steek een gewoon stokje. Dus die steek net voor de hoek. Zo. En nu maken we in de hoek gewoon 2 stokjes, gevolgd door 2 losse en 2 stokjes. Zo. Nou, op de eerste steek naar de hoek gaan we ook weer een gewoon stokje haken. Dus de eerste steek meteen bovenin insteken. En dan gaan we om de volgende steek, dat is dus deze, die middelste, gaan we een relief stokje haken. Zo. Oeps. Daar raak ik hem net even kwijt. Nog een keer. Rechts naar links. En het stokje afmaken. Zo. 1 losse. Een steek overslaan. Dat is dus dit relief stokje. Dus dat betekent in de... Dus dit relief stokje slaan we over. Dus dat betekent in de opening, van het
één losse opening haak je een stokje. Zo. Eén losse, sla een steek over, dat is dit steekje. In het midden maken we een relief stokje. Zo. Op dat eerste steekje voor de hoek weer een gewoon stokje. Zo. En nu weer de hoek in met twee stokjes. Gevolgd door twee lossen en twee stokjes. En nu gaan we dit allemaal nog twee keer herhalen. Ik ga ietsje sneller gaan in de herhaling. Dus in die eerste steek haak je een stokje. De volgende steek, dat is eigenlijk de middelste van die drie, haak je een relief stokje. Haak je een losse, sla de steek over. Dus in de één losse ruimte haak je een stokje. In losse, steek overslaan. De middelste van de drie haak je een relief stokje. En de steek voor de hoek haak je een gewoon stokje. En dan ben je weer bij de hoek. Dat zijn dus twee stokjes, gevolgd door twee lossen en twee stokjes. Zo. En dan nog een keer herhalen in de eerste steek een stokje. De volgende steek een relief stokje. Van rechts naar links ingestoken. Een losse, in de een losse opening een stokje, weer een losse, steek overslaan, dus in het midden, die middelste van die drie, weer een relief stokje maken, zo, op de laatste steek voor de hoek een gewoon stokje en in de hoek twee stokjes. Twee lossen en nog twee stokjes. En dan ben je net aan het laatste kwartje van deze rij. En ook hier weer de eerste steek een stokje. De volgende steek, dus de middelste van die drie, een relief stokje. Zo. Een losse en dan sluiten we met een halve vaste in de derde van die drie of van die vier beginlossen. Dus in de derde losse sluiten we met een halve vaste en dan heb je toer 3 klaar. Toer 4. Ook hier gaan we weer eerst met een halve vaste naar de volgende een losse ruimte. Zo. En beginnen we weer met 4 lossen. Vanaf nu zijn de toeren zeer vergelijkbaar. Nou, we slaan een steek over. Dat is dus dit eerste relief stokje van de vorige toer. En in de volgende maken we ook een relief stokje. Zo. En nu op de volgende 2 steken maken we ieder een gewoon stokje. Zo. Als je graag jouw granny meer definitie wil geven, zou je bijvoorbeeld deze 2 stokjes ook relief stokjes kunnen maken. Maar dat ligt natuurlijk helemaal aan jou. De hoek in met 2 gewone stokjes, 2 losse en nog eens 2 stokjes. Allemaal in die ene hoek. Zo. En nu gaan we weer op de eerste 2 steken. Meteen op de eerste 2 na de hoek 2 gewone stokjes haken. Dus dat is ook weer op deze steek. Gewoon stokje. Zo. En op de volgende, dat is dus dit stokje hier, gaan we een relief stokje haken. Zo. Gevolgd door 1 losse. En dan gaan we in de volgende 2 openingen, ieder 1 stokje haken.
met één losse ertussen. En weer een losse. En we slaan weer dit reliëfstokje van de vorige toer over. En om het volgende stokje maken we weer een reliëfsteek. Zo. En op die laatste twee voor de hoek maken we twee gewone stokjes. En dan ben je weer bij de hoek aangekomen. En die kun je dan weer op dezelfde manier doen als hier. En dit ga je nog twee keer herhalen op deze zijde en het eerste stukje hiervan. En je sluit weer met een halve vaste en de derde steek van het begin van de toer. En dan zie ik jullie weer bij ronde 5. Dan nog even het laatste stukje van ronde 4. Net de hoek omgegaan. En op de eerste twee steken twee stokjes. Zo. Om de volgende steek een reliëfstokje. Zo. Een losse. En deze opening hier een stokje haken. Zo. Een losse. En nu sluiten we met een halve vaste in de derde van die vier beginlossen. Zo, dan is toer 4 klaar. Toer 5 is zeer vergelijkbaar met de vorige toeren. Je zult nu ook echt de patronen en het ritme beginnen te zien. We beginnen met een halve vaste naar de 1 losse opening. 4 lossen voor het eerste stokje en om een steekje over te slaan. We slaan die eerste steek hier over en om het volgende stokje maken we een reliëfsteek. Zo. En nu op de volgende 3 steken. De vorige ronde waren er 2, dus nu 3 steken. Maken we 3 gewone stokjes. En zo bouwt het patroon zich langzaam maar zeker op per rij, per toer. De hoek. 2 stokjes, gevolgd door 2 lossen en 2 stokjes. En zo. En dat eerste steekje een stokje. En het tweede steekje een stokje. En ook in de derde steek. Gewoon stokje, zo. Om de volgende steek een reliëfstokje. Zo. Een losse. En nu gaan we in de volgende 3 openingen ieder een stokje haken met een losse ertussen. Dus op die manier bouwen we een rooster op in tussen de diagonalen waar we een platform aan het bouwen zijn. Dus dat is zo. Dan nog één laatste losse. Hier dit steekje hier overslaan en om de volgende steek in relief maken. En dan weer 3 stokjes gewoon maken. Zoals ik al eerder zei, als je dus zou willen, kun je deze steken dus ook reliëf maken. Deze 3 gewone. Dan krijg je ook net iets meer definitie in jouw granny. En dan ga je weer de hoeksteek maken. Ga je alles wat je hier hebt gedaan nog 2 keer herhalen. En ook op het eerste kwartje van deze toer. En dan zie ik jullie weer bij toer 6. Toer 6. We beginnen net als alle voorgaande toeren met een halve vaste naar de 1 losse opening. Zo. En weer 4 lossen voor dat eerste stokje en om een steekje over te slaan. We slaan dat eerste stokje over en om die volgende maken we een reliëfsteek.
Zo. En nu in de volgende 4 steken maken we 4 gewone stokjes. Twee. Drie. En 4. De hoeksteek zijn 2 stokjes. In de hoek gevolgd door 2 losse. En nog eens 2 stokjes in de hoek. Zo. Nu gaan we in de volgende 4 steken. Gaan we ieder een stokje haken. Schuif die hoeksteek opzij, dat je echt naar het eerste steekje kan. Dus ga je 4 gewone stokjes haken. De eerste 4 steken. Dus dit is dus de symmetrie van voor de hoek, zeg maar. Hier doe je gewoon precies hetzelfde. Maar dan gespiegeld. Zo. Om de volgende steek een relief stokje. Zo, 1 losse en nu deze 4 openingen ga je ieder een stokje haken met een losse ertussen. En dit geeft dat hele leuke roosterstructuur wat steeds meer vorm krijgt naarmate de toeren vorderen. En nog een laatste losse. We slaan weer een steekje over. Deze. Dan gaan we hier een stokje haken, of een relief stokje moet ik zeggen. En dan weer om de volgende 4 steken een gewoon stokje. En dan ben je weer bij de hoek aangekomen. Dat betekent dat je deze rij weer kunt gaan herhalen. Dus wat je net hebt gedaan, ga je nog 2 keer doen. Dus dit stuk ga je nog hier herhalen en hier herhalen als ook het eerste stukje van toer 6. En sluiten met een halve vaste in de derde van de 4 beginlossen. Net als bij de voorgaande toeren. En dan zie ik jullie weer aan het begin van toer 7. Toer 7. Ook deze toer beginnen we weer met een halve vaste naar de 1 losse opening. Zo. Gevolgd door 4 lossen. Ze is inderdaad gewoon heel vergelijkbaar met de voorgaande toeren. We slaan een stokje over. Dat is deze. En in de volgende steek maken we een relief steek. Zo. Dan gaan we nu op de volgende 5 stokjes. Gaan we een gewoon stokje haken. Dus 1. 2, 3, 4 en 5. Zo. Dan gaan we de hoek om op de gebruikelijke wijze. Er zijn dus 2 stokjes in die 2 losse opening. Gevolgd door 2 losse. En weer 2 stokjes. In diezelfde opening. Zo. En dan gaan we weer op de volgende 5 steken. Dus de eerste 5 steken gaan we een stokje haken. Maak zeker dat je echt goed in dat eerste steekje kunt insteken. En je kunt ook zien dat als je al deze steken ook relief steken zou maken in plaats van gewone stokjes. Dat deze relief steek veel meer definitie en body zal krijgen dan wat hij nu heeft. Want ja, hoewel je hem zeker ziet, die relief steek, is het niet altijd even duidelijk als dat je hem misschien zou willen hebben. Dus op die manier kun je er een beetje extra dimensie aan geven. Dus dat is een kleine variatie op het patroon. Dan weer een relief steek inlossen en in de volgende gaten in losse ruimtes ieder een stokje met 1 losse ertussen om dat rooster
te maken. Zo. Zo. En in de laatste. En nog één losse. Dan gaan we weer een reliëfstokje maken. Dus we slaan deze steek over en de volgende maken we een reliëfstokje. En nu gaan we weer op de volgende 5 steken. Dus daar steek ik niet goed in. De volgende 5 steken gaan we gewone stokjes haken. Dit is een patroon die zich vrij goed leent om bijvoorbeeld voor de televisie te haken. Omdat dat niet een super ingewikkeld patroon is waar je echt iedere tweede of derde steek moet tellen en moet controleren. Het is een patroon die heel logisch is opgebouwd. En als je die logica eenmaal door hebt, haakt die echt heel makkelijk. En hoef je eigenlijk niet eens meer naar het patroon te kijken. Dat je gewoon ziet hoe die is opgebouwd. Nou, ik heb net de hoeksteek nog gemaakt. Ik ga nog even het laatste stokje maken. Zo. En nu kun je wat je hier hebt gedaan nog 2 keer herhalen. En ook op het eerste stukje van toer 7. Sluiten met een halve vaste. En dan zien we elkaar weer aan het begin van toer 8. Toer 8. Net als alle voorgaande toeren beginnen we met een halve vaste naar de 1 losse ruimte. Gevolgd door 4 losse. Slaan een steekje over. En in de volgende steek maken we een reliëfstokje. Zo. En nu gaan we op de volgende 1, 2, 3, 4, 5, 6 steken een gewoon stokje haken. En ik ben zeker dat jullie me eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben. Maar ik vind het toch leuk om gewoon het filmpje af te maken. Dus ik ga gewoon door tot toer 10. Zo, en het laatste stokje. En dan weer de bocht om met 2 stokjes, 2 losse en 2 stokjes. 1 en 2. Ziet het er zo uit. En nu gaan we natuurlijk weer op de eerste 6 steken. Dus eigenlijk gewoon het gespiegelde van wat we net hebben gedaan. Weer 6 gewone stokjes haken. 1, 2, 3. Je zult ook merken dat jouw reliëfstokjes in dit patroon meer dimensie hebben bij een lichte kleur dan bij een donkere kleur. Als je een lichte kleurgaren gebruikt, dat je ze beter ziet dan als je een donkere kleurgaren gebruikt. En dat ze ook beter zichtbaar zijn als je bijvoorbeeld iets strakker haakt. Versus als je een losse haker bent. Ik haak vrij los. Dus bij mij hebben ze net iets minder dimensie dan als je steken allemaal heel dicht op elkaar staan. Ik ben nu weer met het roostersteek. Dus 1 losse en dan telkens een stokje ertussen. Dus dan ziet ze dus ook iets beter als jij een lichte kleur garen gebruikt. En je ziet ze ook iets beter als je dus iets strakker haakt. Als je met andere garen haakt, bijvoorbeeld acryl, zoals ik ook in groot mijn deken maak, dan zie je de reliëfstokje eigenlijk gewoon niet, is mijn ervaring. Acryl garen is eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor deze steek, want je kunt jezelf net zo goed moeite besparen. Zo, we hebben dat roostersteken gemaakt. Inlossen, slaan we weer dit eerste stokje over, maken we een reliëfstokje. Zo. En nu op de overige 6 steken gaan we weer 6 stokjes haken. Ga ik nu even voor het gemak even overslaan. Dus hier afmaken. En dan dit wat je nu net hebt gedaan nog 2 keer herhalen. En dan kun je weer de hoek om en sluiten met een halve vaste in het eind van de toer. Toer 9 van de granny. Ik ga nu echt een klein beetje sneller met jullie gaan dan de voorgaande toeren.
Ik denk dat jullie het meeste nu wel al weten. We beginnen weer met een halve vaste naar de 1 losse ruimte, gevolgd door 4 losse. Slaan een steekje over en dan maken we een relief stokje om de volgende steek. En dan gaan we nu bij de volgende 7 stokjes. 7 stokjes haken, dus op de volgende 7 steken. En we zijn nu al bij toer 9 aangeland, dus we zijn bijna klaar met deze granny. En hij krijgt nu echt al heel mooi vorm. Dus dat is 5 en dan 6 en nummer 7. De laatste steek voor de hoek. En dan gaan we de hoek met 2 stokjes. Garen even een beetje in de knoop hier. Er zat een hele knot aan de binnenkant. Zo. Dat zijn dus 2 stokjes, 2 losse en 2 stokjes. Zo. En dan weer op de volgende 7 steken en stokje. En het is hier belangrijk dat je dus ook echt in dat eerste steek naar de hoek meteen insteekt, zodat je goed uitkomt met alle steken. Zo. Stokje haken, 1 losse en dan ieder van die 1 losse openingen van de vorige toer gaan we een stokje haken en tussen de stokjes maken we 1 losse en op die manier krijg je weer dat hele leuke rooster effect. Zo. En de laatste. 1 losse. Een steekje overslaan. Een relief stokje om de volgende steek. En dan gaan we nu weer op de volgende 7 stokjes. Van de 7 steken 7 stokjes haken. Dus 1 in ieder. En ik laat hem nu even voor wat hij is, dus maak deze rij af en dan nog 2 keer herhalen om deze 2 zijden en ook aan het begin van toer 9 en sluit weer met een halve vaste. Toer 10, laatste toer. Beginnen we met een halve vaste naar die zo 1 losse opening en dan weer 4 losse. Zo. Steekje overslaan. En een relief stokje om de volgende steek. En dan ga je op alle volgende stokjes steken een stokje haken. En het zijn er inmiddels 8 geworden. En als je het patroon, het ritme van het patroon gewoon in de vingers hebt en door hebt, dan hoef je deze stokjes eigenlijk niet eens te tellen om te weten dat het er 8 zijn. Want dan zit het gewoon goed. Zo, en de hoeksteek. Wink heeft dit op de granny echt dusdanig ontworpen. Die heerlijk symmetrisch is en echt heel lekker weghaakt. Zo. En nu gaan we even het rechte stuk doen. De laatste toer. Dus we beginnen nu ook weer met de eerste steken. 8
gewone stokjes. En maak dus ook zeker dat je in die eerste steek goed insteekt. Dat jij dus niet per ongeluk een steekje overslaat. Het is ook wel eens makkelijk om een steekje over te slaan meteen na het reliëfstokje. Omdat je dan toch een beetje meer bovenop je werk zit. Dus maak altijd zeker dat jij het juiste steek insteekt. Zo. Even kijken. En dan gaan we om dit stokje hier nog een reliëfstokje haken. En je ziet ook gewoon dat mijn werk vrij los is. Dus dit reliëfstokje is niet heel erg duidelijk zichtbaar. Dus als jij wat strakker haakt dan ik, dan zal die ook wat meer zichtbaar zijn. Een losse. En dan gaan we een stokje haken in ieder van die een losse openingen. En dat zijn er inmiddels een stuk of 8 keer, als ik het even goed heb. Ja, in deze ruimte. Maar die zal ik dus heel eerlijk zijn dat ik dus niet eens zozeer let op hoe vaak ik het moet doen, maar gewoon de ritme heb van één stokje, één losse. Eén stokje, één losse. En de laatste. Zo. Nog één laatste losse. Dit eerste steekje overslaan en om de volgende een reliëfstokje haken. En dan moet je weer op de volgende 8 steken ieder een stokje haken. Dan ben je dus eigenlijk gewoon weer aan het begin van deze toer. Ben je dus gewoon weer hetzelfde aan het doen. Dus ik ga hier even stoppen. Maak deze rij af. En dan herhaal je het nog 2 keer. En ook op de eerste helft van toer 10. En sluiten met een halve vaste. Ik sluit niet met de onzichtbare afhechtmethode deze granny. Gewoon omdat ik dat niet zo mooi vind met al die lossen hier op een rijtje. Dus ik sluit deze toer met een halve vaste. Nou, en als je klaar bent, laat je even zien hoe die van mij eruit ziet. En als je klaar bent, ziet je granny er zo uit. Nou, neem even de moeite om deze granny te blokken. Als je hem geblokt hebt, dan krijg je dus dit. Zie je het verschil? Je kunt hem net iets groter optrekken. Die even groot is als al de voorgangers. En het wordt allemaal net iets strakker en iets platter. Dus neem de moeite om dat even te doen. Nou, variaties die je zou kunnen overwegen bij deze granny zijn om natuurlijk alle steken tussenin, de 2 relief steken, ook relief te maken. Dus dan wordt deze hele vleugel iets meer gedefinieerd. Wat je ook zou kunnen overwegen, is bijvoorbeeld zoiets te maken. Dit heb ik met acryl gemaakt, dus daarmee de textuur ook echt anders is dan het katoen. En wat je dus hier doet, is je maakt de hoeksteken tussen de reliëfstokjes en alles ertussen maak je een andere kleur dan het gaas eigenlijk. En telkens heb ik de één losse gebruikt om van kleur te wisselen. En ik werk telkens hier met 2 kleuren tegelijkertijd. Dus aan de achterkant kun je ook gewoon zien hoe ik de ene kleur meeneem en overheen haak als ik de andere gebruik. Op die manier zou je ook een variatie kunnen maken. En ik vind dat dit nogal echt wel wat weggeeft van een windmolen. Ja, en dat kan eigenlijk prima. Want ja, scheepjes is toch ook gewoon een Nederlands merk. Dus dat vind ik moet gewoon kunnen. Nou, dit is bijvoorbeeld een 2 kleur variatie. Dan heb ik ook nog op deze variatie een beetje verder doorgeborduurd. En dan kun je zoiets maken. Hier werk je ook telkens met 2 kleuren tegelijk. Maar eens in elke zoveel rijen verander ik deze kleur waarmee ik de molenwiek maak, zeg maar. Dus dan heb ik de eerste 3 rijen een kleur gemaakt en weer 3 rijen en 2 en 2. En dan neem ik telkens de wit of de bruin mee als ik de een of de ander aan het haken ben. Dus ook als je hier op de achterkant kijkt, kun je zien hoe ik die andere kleur telkens meeneem en er overheen haak. Dus dit is bijvoorbeeld ook iets dat je zou kunnen overwegen om te maken. Nou, ik hoop in ieder geval als je terugkijkt op deze video, als je zegt dat het een nuttige video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.